Er is flink wat ophef ontstaan over de huidige week van de lentekriebels, waarin kinderen op de basisschool leek krijgen over liefde, relaties en seksualiteit. Het expertisecentrum Rutgers, dat een van de lespakketten ontwikkelt, wijst erop dat er momenteel enorm veel nepnieuws over deze themaweek rondgaat. Medewerkers worden nu zelfs bedreigd. Dave Roelvink blijkt in het kamp te zitten van mensen die zich ernstig zorgen maken over deze themaweek. Hij kreeg gisteren het woord in RTL Boulevard. Hij komt tijdens het interview erg emotioneel over. Kinderen van vijf vertellen dat je met je P-sterretje, sterretje Mel en je V-sterretje Gina kan spelen en dat dat lekker is, daar gaat mijn hele stem van trillen. Hij vervolgt: Ik ging zelf voor scholen kijken. Mijn zoontje is anderhalf en die moeten we inschrijven. Hoe meer je gaat zoeken, hoe meer je ouders tegenkomt die filmpjes maken van hun kinderen van 5, 6 jaar die in paniek thuiskomen omdat de juffrouw heeft gezegd dat ze met hun piemel mogen spelen en met hun vagina. Ik vind het horror om te zien. Heeft Dave niet het idee dat hij de boel enorm uit proportie trekt? Ik begrijp dat heel veel ouders zich zorgen maken en ik maak me er ook zorgen om. Ik heb een groot platform en ik voel me geroepen om dat eventjes te steunen. Hij vervolgt, ik denk dat je daar in groep 8 prima mee kan beginnen. Dan denk ik dat het een mooie leeftijd is om daar een beetje over te gaan praten, maar vijf jaar. Waar hebben we het in Gods naam over? Presentator Lukekink laat na het item weten dat hij vindt dat Dave doorschiet. Zoals bij Dave Roelvink. Ik neem aan dat hij de beste bedoelingen heeft, dat geloof ik best wel. Alleen hij ziet natuurlijk maar één deel, gaat er meteen vol in en steunt de petitie waarin wordt gezegd dat kinderen tot groep 8 geen seksuele voorlichting meer mogen hebben. Hij vervolgt, het is meteen super extreem. Als je als ouder daar zorgen over heeft, bel dan even met de juf. Dan laat je je toch voorlichten in plaats van meteen helemaal achter hysterische mensen aan te rennen.